De vuilophaaldienst is naast Para en Wanica Zuidoost ook in Brokopondo een probleem. Naar zeggen van districtscommissaris Ludwig Mendelsohn moet de gemeenschap van Brokopondo niet met open handen op de overheid zitten wachten, maar zelf acties ondernemen om haar vuil te laten ophalen. De oplossing die wij hebben bedacht samen met het traditioneel gezag al daar, is om een andere ondernemer in te huren om het vuil op te halen. En daar is het idee begonnen. Want als de DC niet kon inkomen met brandstof, deed de gemeenschap het zelf. Ja? Het is een stukje bewustwording. Als voorbeeld kan ik aanhalen van als je nu zou gaan naar Nederland, dat je daar keiharde belastingen betaalt. En ons land Suriname, het is zo van dat die chipoti mentaliteit weggewerkt moet worden. De overheid moet strakker worden bij het innen van belastingen. Ja, we moeten onze mensen niet kweken alsof we alles voor ze kunnen doen. Ja? We moeten ze eerlijk toegeven, we moeten ze eerlijk leren van luister. Het is jouw omgeving. Jij bent de verantwoordelijke die ervoor moet zorgen op de eerste plaats om daar schoon te houden. De burgervader merkte op dat de samenleving niet verplicht zal zijn om te betalen, maar zij kan wel een vrijwillige bijdrage geven. Mendelsohn is de mening toegedaan dat er momenteel een bewustwording gaande is in Brokopondo om op te komen voor hun eigen bestaan en niet te zitten wachten op de overheid. Delen van de bewoners hebben echter geen moeite met het voorstel van de DC om geld in te zetten voor de vuilophaaldienst in het district. Wij gaan naar bewustwording. Ik denk van dat die chipoti mentaliteit moet worden neergezet aan een kant. Ja? De overheid kan niet alles doen voor ons. Vandaar dat we nu hebben public-private. Waar de overheid niet kan inkomen, kan de private sector inspringen en een ondersteuning geven. En het is zuiver en het werkt. Ja? Waarom kunnen we dan ook niet het goed voorbeeld van Nederland overnemen om daadwerkelijk te gaan voor een duurzame belastingssysteem in Suriname? Zonder aanzien des persoon. Zonder je politieke kleur. Met deze zitting. Potak awagide, des mai paiwan bedrag, ala oso e paiwan bedrag, charen gostor, adoti e puro kalei. Ma lekfa dote deja anobun. Ala deime konjame, shitak ei, minoma adembun. Naar zeggen van de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuel, is de coördinatie van de vuilophaaldienst in het achterland een aangelegenheid van de DC. Indien de samenleving van het district bereid is om mee te gaan met het voorstel van de DC, juichen wij het toe, aldus de minister in een reactie op deze kwestie. Opvallend in deze is dat er in 2012 het project is gestart dat in de districten bewoners door het aankopen van speciale vuilzakken daarmee een bijdrage leveren aan de kas van het district om de vuilophaal te bekostigen. Ook Brokopondo is een van deze districten. Glow TV पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सुरनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से B for You है, सोनी एशिया टीवी, UK और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है। पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स, जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सुरनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्रो टीवी पर इंडिया पाकिस्तान या सुरनाम का हो क्रो टीवी आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड सुरनाम यूके इंडिया और पाकिस्तान का एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्रो टीवी पर मिलता है कॉन्टेक्ट कीजिए तारीख नंबर है 0081 685 89 08 19 हम दोहरा रहे हैं 0685 89 08 19 तार की नंबर है कॉन्टैक्ट करने के लिए क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए